Na reclame en journaal zijn we terug met de eerste aflevering in het nieuwe seizoen van de consumentenrubriek Kassa. Tot straks. Er bestaat een wonderdorp en dat heet Precious Places. Met de toversleutel breng je dat dorp tot leven. De lieve figuurtjes die daar wonen in hun schattige huisjes, laat je met de sleutel de mooiste dingen beleven. Precious Places, je eigen wonderdorp van Fisher-Price. Hier ergens in de zee ligt een schat die niemand weet. Eens kijken, is daar iets te zien? Dus duiken we erin en we eerst dat die iets vindt. Heeft zoiets lekkers wel verdiend. Mijn vriend Fanta, dat zie je meteen. Mijn vriend Fanta, zo smaakt er maar één. Mijn vriend Fanta. Oh, dank u wel, beleefd, meneer Van der Velde. De schat. Voor hem heeft Toos dan ook iets heel frissigs. Toilet area. Kijk, je hangt hem op, zo. Je drukt erop. Zo, makkelijk zat. En als kleine serviezen hangt Toos iedere dag voor hem een andere toilet area op. Mag ik maar even ruiken? Oh, meneer Van der Velde. Ja, tuurlijk. Hebt hij thuis niet? Zoek een lekkere lucht, hè? Toilet area. Nu handig van je af te draaien. Mevrouw, wat vindt u van diverse groenten van GroKo? Dat klinkt nogal misleidend. Misleidend? Ja, u zegt diverse groenten van GroKo, maar ze liggen in de diepvries. Ja, wat u zegt, zoals diverse tuinboontjes met Westfaalse saus. Dus u bedoelt dat de diverse boontjes samen in één pakje GroKo zitten? Ja, nee, niet alleen. Zeg, werkt u soms weer GroKo? Ja, maar nog niet zo lang, hoor. Oh, ik wist ook niet dat ze snijbonen hadden. Ja, en ook diverse snijbonen van GroKo. Er is een nieuw spel, Café Internationaal. En het speelt zich af in een groot mondain café. Een café waar mensen uit allerlei landen komen. En er valt echt van alles te zien en te beleven. Maar het is er wel altijd hartstikke druk. Zo druk dat je wel heel slim moet zijn om er een plaatje te veroveren. Tja, Café Internationaal. Een werelds gezelschapsspel. Goedemiddag, dames en heren. De Veiligheidsraad van de VN heeft unaniem de Israëlische politie veroordeeld voor het bloedbad op de Tempelberg. En een VN-commissie gaat het geweld in Israëls bezette gebieden onderzoeken. Met de stemming vannacht kwam een eind aan 5 dagen touwtrekken. De VS kon zich dit keer geen veto permitteren, want de samenwerking met Arabische landen tegen Irak mag geen gevaar lopen. De PLO is blij met de onderzoekscommissie. Those against. It's the beginning because it sets some kind of mechanism. It asks the Secretary General to come back to the Council and report. Wel vindt de PLO dat de onderzoekscommissie te weinig bevoegdheden heeft. Israëli's en Palestijnen zijn allebei kwaad over de resolutie van de Veiligheidsraad. Israël vindt het een godspe om te worden veroordeeld nadat 20.000 Joden bij de Klaagmuur met stenen werden bekogeld door duizenden Palestijnse demonstranten.